Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Er trekken wat dikkere wolken van het zuiden uit over het land. En in het zuidoosten kan eruit ook wat regen vallen. In het westen van het land vallen een aantal buien. En er is tussendoor ook af en toe een klein beetje ruimte voor de zon. Temperatuur in de ochtend op zo'n 16 graden. Vanmiddag komt daar misschien een graadje bij. En wordt het een graad of 17. In eerste instantie vrij veel wolken en van tijd tot tijd buien. Maar in de namiddag begint het van het westen uit droger te worden. De wind is bij zee vrij krachtig, windkracht 5. In het binnenland neemt de wind vanavond geleidelijk aan af tot matig kracht 3. Dan dalen de temperaturen van 17 naar een graad of 13. En de buiigheid neemt geleidelijk aan steeds meer af. En de opklaringen winnen dan ook langzaam terrein. Morgen nog altijd een wisselvallig beeld. Weliswaar minder buien, maar helemaal droog is het zeker nog niet. De zon schijnt wat vaker en de temperatuur ligt op een graad of 18. Zuidwestelijke wind is matig tot krachtig, windkracht 4 tot 6. Dan vanaf zaterdag duidelijk rustiger weer. Zaterdag kan er nog een enkele bui vallen, maar dat is de laatste, want zondag en maandag is het hoofdzakelijk droog. De wind is zwak tot matig uit het noordwesten en later weer draaiend naar een zuidelijke richting. En de temperaturen liggen over het algemeen zo tussen de 16 en 18 graden. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.